Groningen en PEC, gaan die het redden? Dat Groningen, dat gaat echt... Dat gaat het echt moeilijk krijgen. Ja, ik denk dat dat Emmen en de Graafschap en Fortuna ook nou, maar ze hebben een slecht elftal, Johan. Echt een matig elftal. Maar er is ook niet één die de leiding kan nemen daar. Nee, dat Japannetje kan aardig voetballen voor. Ja. Is het echt, Maar die deed gisteren 10 minuten of zo. Nou, ik kreeg langzamerhand medelijden met die trainer. Want die was natuurlijk enthousiast en die wilde het helemaal gaan maken. En die komt er nu langzamerhand achter dat hij louter onzin uitgesproken heeft. Ja. En met dit elftal is niet zoveel te doen. En je ziet het, dat Gronings publiek, wat Feyenoord niet heeft... als Feyenoord slecht gaat en Twente zit het toch vol... maar in Groningen zijn ze er makkelijk in. Ze komen niet meer en die gaten worden steeds groter. Nee, dat heb ik, zei tegen René, dat is de eerste keer in de rust dat ze hebben horen fluiten. Dat is heel lang geleden dat ze... Heb je mee zitten fluiten? Nee, nooit niet. Ik had in een eigen clubje zitten daar fluiten. Nee, natuurlijk niet. Nee. Je bent echt waardeloos vandaag, jongen. Nee, maar dat zou ik ook niet doen. Ah. Als je de video nou leuk vindt, abonneer je dan op ons YouTube-kanaal. En mocht je hem niet leuk vinden, doe dat gewoon ook dan.